Hallo kijkers van Shine Sprites, ook mijn gloednieuwe aflevering van Professor Layton en de erfenis van de Azran. We gaan nu het bos door om Romilda te redden. En daardoor moeten we paddenstoelen en aardbeien volgen. Onze verliefde held Julien moet iedereen door het bos naar de kapel leiden. Maar één verkeerde afslag en ze zouden hopeloos verdwalen. Gelukkig weten Layton en de anderen het trucje voor de juiste route. Pluk 2 paddenstoelen, dan een aardbei. En herhaal dit totdat je aan de overkant bent. En loop niet 2 maal over hetzelfde pad. Kun jij Julien helpen het geheime pad te vinden en heel uit de tunnel naar de kapel bereiken? Dat gaan we eens proberen. Ik denk dat het leuk is als jullie kunnen zien wat ik doe. 2 maal een paddenstoel en dan een aardbei. Dus dit 2 maal paddenstoel, dan een aardbei. 2 maal een paddenstoel en dan een aardbei. 2 maal een paddenstoel en dan een aardbei. 2 maal een paddenstoel. Dan een aardbei. Dit gaat niet goed. Even opnieuw. Zo. Even kijken. Want je kan het altijd het beste achteraf spelen. Dus even kijken. Die aardbei is de laatste. Dan moet je daarvoor 2 maal een paddenstoel hebben. Dus dan moet je weer die aardbei komen. Oké, ik denk dat ik hem misschien gezien heb. Oh, wacht. Oh, dat kan niet. Kut. Dit kan ook niet. Even terugspelen hoor. Zo. Oh ja, ja, ja. Daar is hem. Om te laten zien wat ik in huis heb. Easy peasy, girls and boys. Nice. Dit moet de ingang zijn waar Beatrix het over had. Een tunnel hier, te midden van de bomen en de heuvels. Het licht van de Azran, het wordt sterker. In dat geval moeten we opschieten. Een pompoening. Wat zullen we nou krijgen? Helaas, ons spoor wordt versperd door ontzag. Ja, flik maar op. Maar dit moet het pad zijn waar Beatrix nam. Wat is hier gebeurd? De doorgang is ingestort. Beatrix nam een aanzienlijk risico door deze weg te nemen. We moeten iets doen om de rotsen uit de weg te ruimen, professor. Aan de kant, schone dame. Ik neem dit voor mijn rekening. Met mijn spade in mijn hand. Ja. Dikke, vette huts. En de coin. Dat is ook dikke, vette huts. Oh. Tuurlijk. Kan gewoon allemaal. Nice. Poeh, het verplaatsen van rotsblokken is geen eenvoudige taak. Snif, snif. Wat voor geluid is dat? Het spijt me, Julien.
Oh, heerlijkheid. Het is echt waar. Romilda ademt nog immer. Snel dan. Dit is inderdaad een Asraans bouwwerk. Geen twijfel over mogelijk. Wie had kunnen denken dat er iets als dit zo diep onder de grond verborgen zou zitten? Romilda, Romilda, waar ben je, Romilda? Nou, ze staat daar gewoon, maar dat geeft niks. Die maken natuurlijk de wind, deze blaasdingetjes. Romilda. Oh, Romilda. Julien, wat doe jij hier? Julien komt je redden, Romilda. Nee, je mag hier niet zijn. Je moet meteen weggaan. Ik ben nu getrouwd met de stormdraak. Doe niet zo naïef, Romilda. Luister, we zijn hier naartoe gekomen om je te redden. Kom nu snel met ons mee naar buiten. Ik kan hier niet weg. Mijn lieve Romilda, denk na wat je doet. Dit nutteloze gebruik is geen reden om te sterven. De stormdraak is zo vaak getrouwd en toch verandert er niks. Nooit zal hij stoppen. Zie je niet dat de mensen opsluiten ons nooit de rust zal brengen waar we naar smachten? Ja, maar zelfs als je gelijk hebt, zou het niet voor niets zijn als ik, nou ja, sterf. Romilda, toe, wat bedoel je toch? Het zal niet in de wind veranderen en ik ook niet. En ook niet vluchten. Ik zal hier sterven en mijn lichaam blijft hier, zodat iedereen het kan zien. En dan zullen we allemaal beseffen dat de stormdraak niet geeft om mensenoffers. Romilda. Begrijp je het niet? Als ik dit doe, houden die vreselijke ceremonies op en krijgen we mensen in Heukland eindelijk rust. Het spijt me echt heel erg, Julien, maar zo moet het zijn. Romilda, nee, dit hoeft niet zo te eindigen, Romilda. Toe. Ik heb een mes. Oh nee, een scherp. Zie, hier is de afgod die... Oké. Oh jee. Magische poeder. En magische poeder. Geweldig, betoverend. Eindeloze. Magneten. Zakkerlood, wat gebeurt er? Dat symbool moet hen die slecht met de Asran voor hebben verdrijven. Zij die het werk van de Asran belemmeren, zullen nu weten dat hun pogingen vruchteloos blijven. Ze weten het doordat hun wapens hun handen getrokken worden. Auw. De puzzelstukjes beginnen zich nu op de plek te vallen. Dit altaar, deze ruïne. Wat gebeurt er? Wat doet u met de stormdraak? Romilda, we maken hier nu een einde aan. De toren van de stormdraak. U doet wat? Lieve Romilda, vertrouw op hen. Zij brachten me naar deze plek en willen slechts helpen. Als we vrede wensen, moeten we in hen geloven. Zonder deze goede mensen hier hadden we elkaar nimmer meer gezien. Dan zou ik nooit in staat zijn geweest je te vertellen wat ik voor je voel. Oh, Julien. De sleutel tot het mysterie van de stormdraak bevindt zich in het altaar. Dat wordt een puzzel. Dat dacht ik al. U heeft het ook gezien, niet? Het altaar van de stormdraak. Het is een Asraans mechanisme ontworpen om luchtstromen in het dorp te beïnvloeden. Ja, dat was mij ook opgevallen. Echter lijkt het erop dat het op dit moment een tegenwind creëert die recht tegen de hoofdstorm ingaat. Dat veroorzaakt zonder twijfel al die wervelwinden in het dorp. De harmonie hier is verstoord. Ik vraag me af of het aan de controle of iemand aan het controlepaneel heeft gezeten. De Asran hebben het ongetwijfeld niet in deze staat achtergelaten. Dan moeten we het repareren. De cilinders moeten zichtbaar zijn zodat het licht tussendoor kan schijnen. Ik begrijp het. Goed, professor. Zullen wij eens over dit controlepaneel buigen? Jazeker. Laten we dat even doen. Oeh, dit ziet er interessant uit. Om dit controlepaneel te repareren, moeten alle 9 cilinders zichtbaar zijn. Het indrukken van een knop
Op het paneel activeert de cilinders. Beginnend met de cilinder op de plek van de ingedrukte knop en activeert de mechanisme een tweede cilinder vanaf dat punt met de klok mee, tot er 7 zijn geactiveerd. Activeren betekent dat ze wisselen tussen zichtbaar en verborgen. Wacht, ik snap het niet. Je kunt het paneel repareren door 1 druk op de knop. Welke knop moet Layton indrukken? Je hebt maar 3 pogingen. Succes. Oké, wacht. Beginnen met de cilinder op de plek van de ingedrukte knop. Even kijken. Elke tweede cilinder vanaf het punt met de klok mee. Ah, zo, oké. Dus als ik die doe, wordt ook die. Nou, die uit, dus die is niet goed. Die ook niet. Die. Dit is het antwoord. Een skipbooming! Juist is. Uitmuntend! Uitmuntend! Magische steentjes! Lekker hoor. Dat licht, wat gebeurt er? Alles is terug in evenwicht gebracht en daarmee is de harmonie hersteld. Alles is zoals het moet zijn. Ben jij... Hé, een eitje hoort erbij. Alles is waar het hoort te zijn. Dat meisje, is zij een boodschapper van de stormdraak? Heeft wat wij willen volbracht vrede geschonken? Wordt Heukland nu gezegend met een bedaarde wind? Inderdaad, dit maakt definitief een einde aan de toorn van de stormdraak. Zullen we dan terugkeren naar de oppervlakte? Deze wind, er is iets bijzonders gebeurd. En er gebeurt nog steeds iets bijzonders. Waarom komen geluiden uit de kapel? Ik zal de deur moeten openen en met mijn eigen ogen moeten aanschouwen. U, wat doet u in vredesnaam in deze kapel? Priester. De toornige wind van de stormdraak is gaan liggen en met onze overwinning reist vreugde mee, daar schone Romilda bewaard is gebleven. Wat bedoel je, beste jongen? Wat is er allemaal gebeurd? Het altaar in uw kapel werd gebouwd door een oerarme beschaving. Iets verstoorde de balans en veroorzaakte de straffe wind waar uw dorp zo bekend mee is. Gelukkig konden wij het probleem oplossen. Vanaf nu waait er alleen nog maar een fijne bries door uw dorp. Wat? Maar hoe dan? Alles is hersteld en weer zoals het moet zijn. U kunt genieten van een aangename wind. Sta de wind toe om te helen en te zaden voor een betere toekomst te verspreiden. Ben jij, o hemel, u bent een discipel van de stormdraak, nietwaar? Wat heb ik al die tijd gedaan? Ik weigerde naar u te luisteren. Altijd heb ik de gewoonte van ons dorp verdedigd. Hoeveel bruiden heb ik wel niet geofferd? Als Romilda niet was doorgegaan met de ceremonie, hadden we nooit evenwicht kunnen herstellen. Op een bepaalde manier heeft u de laatste offer inderdaad vrede gebracht in het dorp. Oh, ik snap wat u bedoelt. Dikke vette huts. Voor eeuwig sta ik bij u in het krijt. Daar zonder uw heldendaden... Ja, Julien moet zijn bek dicht houden. Hoe kan ik u ooit terugbetalen? U heeft mijn leven gered. Zonder u wel, daar wil ik niet eens over nadenken. Luister, u vertelt niemand over Beatrix de bruiden hielp, toch? Dat zou niet eerlijk zijn. Niet voor haar en voor de bruiden die ze heeft gered. Vrees niet, Romilda. Dit is ons geheim.
Ik ben zo blij dat het gelukt is en ze weer bij elkaar te krijgen. Ze lijken zo gelukkig. En we hebben het ei ook gevonden. Over eindgoed al goed gesproken, lol. Inderdaad, Luke. Laten we nu terugkeren naar Bostonius. Laten we dat zeer zeker doen. Oh, wat heeft hij nog? Romilda is terug, ik ben zo blij. Nu ze niet meer met de stormdraak getrouwd is, maak ik een kans. Beatrix. Bedankt voor alles. Zo te zien kunnen deze twee nu samen genieten van wat geluk. De rest van het dorp ook trouwens. Nu we geen rare huwelijksceremonies meer hoeven op te voeren, zal het leven een stuk makkelijker worden hier. Eigenlijk zou ik niet weten wat ik met al mijn vrije tijd zou moeten doen. Misschien kan ik priester helpen een vrouw te vinden. Wie weet. Een warm welkom terug aan boord. U had de wind behoorlijk mee bij uw onderzoek, nietwaar? Grappig. Zo makkelijk was het nou ook weer niet, maar we hebben het ei gevonden. Zelfs een werkende Azraanse machine. Nee maar, wie had dat gedacht? De wind is hier nu ook een stuk kalmer. Misschien heeft het dorpje eindelijk rust gevonden. U hoeft me slechts te laten weten als u klaar bent voor het vertrek naar de volgende bestemming. Dat zijn we zeer zeker. Professor Layton, Emmy, er is wat nieuwe kennis over de Azran bij me opgekomen. Ah, je herinneringen komen terug. Een aantal, ja. Ik kan een winderige vallei zien. En er zijn duizenden vogelachtige machines, glijdend op de wind. Het klinkt alsof de Azran vliegmachines hadden. Ja, ik denk dat het een soort vliegmachines zijn. Ze dragen mensen en dingen en ze blijven maar vliegen. Ze landen nooit. Het is moeilijk je voor te stellen wat voor soort dingen de Azran gehad moeten hebben. Ze hadden echter geen windmolens zoals die hier in Hukland. Deze windmolens zijn een voorbeeld van de creativiteit van jullie beschaving. Ik word heel blij als ik dat besef. Fijn om te horen, Aurora. Goed, ik stel voor dat we deze gelegenheid gebruiken om te vertrekken. Ik denk dat we de wind in Hukland nu allemaal wel zat zijn. Dat klopt, ja. I fly away. Wij willen het spel wel opslaan. En hebben alleen de ommuurde stad nog. Dit zou een van de locaties moeten zijn die op de muur van de Azraanse koepel werd aangegeven. Ik voel de kracht van de Azran. Ik weet zeker dat hier een aurasteen te vinden is. De muren van deze stad lijken inderdaad van Azraanse makelij. Er zijn voldoende aanwijzingen dat we op de juiste plaats zijn. Zullen we van boord gaan? Wel vette stad. Een beetje verlaten wel. Ik krijg een beetje karkazon gevoel van. Met wat geluk zal het niet lang duren voordat ei in ons bezit is. Op een bepaalde manier doen deze straten me denken aan Londen, alleen ze zijn veel rustiger. Hoe zeker weten we dat we ook weer dat het ei hier is? In de stad Mossinia sluimert de eeuwige Phoenix. Zo gaat de legende. Waar een vogel huist, is vaak een ei te vinden. Ik vraag me af of de legende van de Phoenix wellicht gerelateerd is aan Azraanse hemelruiters. Niet de meest wetenschappelijke theorie, maar aangezien de stad omgeven is door Azraanse muren, ook geen onmogelijke. Dat is goed om te horen, maar waar beginnen we? Er is hier niemand. Misschien vertoeven de bewoners zich allemaal binnen. Laten we naar dichtstbijzijnde huis, of laten we dichtstbijzijnde huis proberen. Zo, een klok. Dit huis bedoelen ze, denk ik. Hallo, is daar iemand? Hallo. Zo te zien is er niemand thuis. En de straten zijn verlaten. Het begint een beetje eng te worden.
toegegeven, er klopt hier dus niet. Laten we verder gaan. Tussendoor zit mijn hamster lekker te eten. Nom nom nom. Nom 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 nom. Zo, alles staat hier in vuur en vlaming. Wojo en Phoenix, kaboom, Ho-Oh is aanwezig. Ho-Oh in Leighton confirmed. Die druiven zijn opgegeten. Oké, de Phoenix die laat natuurlijk wel veel interessant zien. Professor Sycamore, kijk eens. Dat gouden beeld lijkt precies op een Phoenix. Zou dit de vogel uit de Asteraanse legende zijn? Ik betwijfel het ten zeerste. Volgens de Astra was zelfs het zuiverste goud niet veel waard. Oh ja, een hoofdstuk in Oude Beschavingen van Rutledge gaat daarover, toch? Vergeet die theorie dan maar. Nog steeds niemand te bekennen. Alsjeblieft, u moet me helpen. Denk zijn krijgen onze zin. Horen jullie dat? Het kwam daar vandaan, snel. Terug. Ik dacht dat alle oude mensen waardig waren. Waarom willen jullie me niet helpen? Kwartel, hoorde je dat? Hij noemde ons oud. Waar wij vandaan komen is het een misdaad, weet je wel? Mond dicht, Kivit. Knul, laat ons duidelijk zijn. Ik ben een ideale schoonzoon en ik hou niet van mensen die op me neerkijken. Maar dat zijn jouw zaken niet. Je begeeft je op glad ijs, snotjong. Uit de weg, of het gaat je spijten. Kortom, volgens mij heeft de Phoenixvogel daar zo het ei dat we zoeken. We verspillen onze tijd met deze snotneus. Dit is precies waarom ik grote mensen niet vertrouw. Wauw, vroeg hij die twee om hulp? Dan moet hij wel echt wanhopig zijn. Inderdaad, zullen wij onze assistentie aanbieden? Yo, meneer. Of jongeman. Umit. Ah, jullie komen van buiten de stad, toch? Ik heb echt jullie hulp hard nodig. Alles is misgegaan en ik... Rustig aan. Wat is je naam, jongeman? Oh, sorry. Ik heet Umit. Aangenaam kennis te maken, Umit. Mijn naam is Desmond Sycamore en dit is Professor Layton. Kun jij ons vertellen wat er aan de hand is? Nou, het zijn de grote mensen. Ze zijn allemaal... Op een ochtend werd mijn moeder niet meer wakker. Ik schudde haar helemaal door elkaar en ze mompelde alleen maar wat. De andere grote mensen ook. Ze liggen daar, maar slapend. En dat doen ze al een hele week. Een hele week? Dat is bizar te noemen. Dus elke volwassene in de stad ligt op dit moment in een soort coma? Ik weet dat het moeilijk te geloven is, maar komt u alsjeblieft mee naar mijn huis, dan zult u het zelf zien. En het is hier ook om de hoek. Kom op, misschien dat jullie grote mensen een manier kunnen bedenken om mijn moeder wakker te maken. Kijk, old vlot. Oh. Nice. Oké, die muter. Oké, Umit, vertel meer. Die vrouw hier in het bed, is dat je moeder? Ja, het lijkt alsof ze er al eeuwen ligt. Ik weet niet wat ik moet doen. Haar hartslag en ademhaling zijn in ieder geval normaal. Zo te zien is er geen onmiddellijk gevaar. En je weet niet wat dit heeft veroorzaakt. Als ik het wist, zou ik het u niet vragen. Ik kan zeggen wat ik wil, maar ze reageert niet. Niemand kan iets doen. Ik kan gewoon niet meer aan. Een zeer uitzonderlijk fenomeen. Het enige wat ik me kan bedenken is... er is een oude Mossiniaanse legende... Maar het verhaal gaat dat er lang geleden een machtige Phoenix met genezende krachten in Mossinia leefde. Ze sluimerde maanden, soms jaren achter elkaar. Maar als ze wakker werd, stroomden er tranen van vreugde in haar ogen. Die tranen konden alle ziektes genezen, werd gezegd. De bewoners verzamelden de tranen en genazen de ziekte ermee. Dus als ik de Phoenix kan vinden en haar wakker maak, helpen de tranen misschien om de grote mensen ook wakker te maken.
U gelooft het misschien niet, maar ik heb geen andere keuze meer. In feite hebben legenden vaak een kern van waarheid in zich. Er bestaat een kans dat er werkelijk zoiets bestaat. Het is mijn enige hoop. Ik doe er alles voor. Alsjeblieft, als u me belooft te helpen, leid ik u door de stad. En ik zal u alles laten zien wat u wilt. Dat gaan we doen. Dat nemen we wel aan. Maar dan gaan we wel de volgende aflevering iets mee doen. Ik wil u bedanken voor het kijken van deze aflevering. Vond dit een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. En dan gaan we volgend jaar, volgende aflevering, Monsignia verkennen. Adios, amigos.